speelgoed staan voor Sesamstraat. Voor Sesamstraat. Rick. Rick, geef mij eens het kleinste boompje wat je hebt. Het kleinste boompje. Ja. Ja, nou. Wat is deze? Hé? Nou, dat is een hele mooie. Ja. Hé? Ja, kan me niet schelen of die mooi is. Het gaat er alleen maar over of die klein is. Het kleinste wat je hebt. Nou, dit is de kleinste die ik heb. Kost dat nou nog? 9,5 gulden. 9,5 gulden voor zo'n klein snertboompje? Is nog lelijk ook. Nou, en daarnet maakte je dat niks uit. Nou ja, hier, alsjeblieft. Dan geld terug ook. Wat een prijzen, zeg tegenwoordig. 9,5 gulden voor zo'n raar ding. Wauwelijke man. Hallo. Hart. Oh, je boom. Zeg eens, Rick. Heb je ook nog zo'n klein kerstboompje? Ja, ik heb net de laatste aan Aard verkocht zien. Oh, wat jammer nou. Echt waar? Ja. Ja, het leek me zo leuk voor de kinderen, hè? Nou, weet je wat? Ja. Probeer hem anders even in te halen. Misschien wil hij hem wel aan je overkopen. Nou, goed idee. Ja? Aard, mag ik dat kleine boompje van je kopen? Nee hoor, is niet te koop. Dag. Ja, mogen we je wat vragen? Ja hoor, het is kerst. Ik sta open voor iedereen. Ja. Kunnen we dat kleine boompje van je kopen? Nee, is niet te koop. Dag. Oh, nou kom, Pino. Ja. Ja? Wat een lief klein boompje heb je. Ja, past precies in mijn kerstgedachte, maar het boompje is absoluut niet te koop. Dag. Jongen, wat zijn die kleine boompjes tegenwoordig populair. Iedereen wil er eentje hebben. Ik ben eigenlijk wel gek dat ik dat boompje niet verkoop. Kan ik met gemak 10 gulden voor vragen, maak ik nog een vette winst ook. Wacht eens even. Als ik dat boompje nou in tweeën zaag, heb ik 2 boompjes te verkopen. Heb ik 2 keer 10 gulden, word ik nog rijker. En als ik dat boompje in drieën zaag, heb ik wel 3 boompjes. Kan ik 3 boompjes verkopen, heb ik 3 keer 10 gulden. Wat klets ik nog, ik moet een zaag pakken. Wat hebben jullie toch met die kerstboompjes? Dan neem je een wat grotere boom en een zaag in de bovenkant. Geen kleine bomen. Is dat een verschrikkelijk lawaai bij Aard. Lieve mensen, wat een kwaal. Ga mee kijken. Kom bij aan. Wat doe je nou, man? Hallo, ja. Jullie zijn juist op tijd. Prachtige bomen te koop. Mooie kleine bomen. Zijn ze niet schattig? Lachelijk. Nou ja, zeg. Je bent niet goed bij je hoofd. Ach, laat hem nou maar, die moeilijke man. Voor boompjes moet je bij mij zijn. En anders moet ik wel wat van de prijs af. Echt zonde gezien. Als dat zo is, hè, dan kunnen we ook niet groot. Misschien toch iets te klein afgezaagd. Ik vind het hartstikke groot. Is het kerstmis. En ik kijk uit het raam. Kijk, de ruiten zijn beslagen. En ik schrijf mijn naam. Ik wacht tot het ontzettend sneeuwen gaat. Ik wil een deken over onze straat. Ja. En mag het een keer misschien? Oh. Ik heb haast nog nooit de sneeuw gezien. En nou is het kerstmis. En het sneeuwt op de tv. Oh, kijk.
een sneeuwvlok naar beneden. Oh, maar zelfs in de winter van Nederland smelt één zo'n sneeuwvlok zo in je hand. Maar morgen sneeuwt het echt. Misschien. Ik heb haast nog nooit de sneeuw gezien. Het sneeuwt. Het sneeuwt. Ja, het sneeuwt. Het sneeuwt, het sneeuwt, oh, het sneeuwt. Ja, het sneeuwt. Een dasje, een bezem, een hoed. Sneeuwt. Oh. Leuk. Oh, leuk. Ja. Een tweekoppige sneeuwpop. Oh. Heeft ogen. Ja, heeft ogen. Ja, ja, ogen. Heeft hij een mond? Heeft een mond, ja. Heeft een mond. Ja. Maar er schijnt iets te ontbreken. Ontbreken? Iets, wat ontbreekt er? Weet het huis neus? Weet het huis neus? Neus! Het is het neus! Neus ontbreekt, ja, geen neus ontbreekt. Maar waar is de neus? Aha, ik heb hier iets. Waar is mijn neus? Ik heb neus. Dat is dan mijn neus, geef op. Maar één neus. Wat? Wat? Oké. Okay. Nee. Mijn neus. Mijn neus. Hoezo? Mijnes. Nee, mijn neus. Nee, mijnes. Nee, mijnes. 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 Mijn... Oh, oh. 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 Gebroken. 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 Wacht. Gebroken. Gebroken. Eén. Twee. Twee neuzen. Haha. Eén wortel. Ik heb hier een neus. Oh, jij hebt een neus. Ja, ik heb een neus. Jij hebt een neus. Dat is mooi. Dat is makkelijk. Wat? Je hebt toch geen wortelen in je oren? Oh. Goed. Ja. Twee neuzen. Goeie tweekoppige sneeuwpop. Ja, die is mooi. Koud. 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 Ja. Warme chocola. Warme chocola. Tot ziens. Tot ziens, sneeuwpop. Tot ziens. Ik zoek een kerstboom voor meneer Aard. Dat moet zo groot zijn. Kan hij er nog overheen kijken? Nou. Hier. Is te groot, hè? Kijk de hele tijd tegen dat ding aan. Niet goed. Oh. Hier. Ja. Hier. Nog een beetje doorgroeien, hè, jij? Zo. Maat. Nee, joh. Allemaal te grote. Nou. Net niet, hè. Kijk, als ik nou zo doe, dan wel. Maar ja. Zeg, kijk jij even daar, dan kijk ik even daar. Zo groot moet die zijn, ja? Heb jij al wat? Nee? Nou ja, misschien volgend jaar. Hè? Deze. Als die hard doorgroeit. Moeilijke maat, hoor. Er zal sneeuw moeten.
buiten komen, dan wordt het pas fijn. Dan zullen de bomen weer van suiker goed zijn. Sneeuw die op straat het geroezemoes dooft. Sneeuw die in kerstliedjes vaak wordt beloofd. Als er sneeuwvlokken dwalen, wordt alles natuur. De buurjongens halen weer een slee uit de schuur. Er zal sneeuw moeten komen, dan wordt het pas fijn. Dan zullen de bomen weer van suiker goed zijn. Net of je loopt in een vroegere eeuw, zomaar betoverd door sneeuwwitte sneeuw. Onze voetstappen kraken als wij in de tuin een sneeuwman gaan maken met een pet op zijn kruin. Er zal sneeuw moeten komen, dan wordt het pas fijn. Dan zullen de bomen weer van suiker goed zijn. Zo graag met lantaarnlicht speelt en onder de meisjes juwelen verdeelt. Zolang er met kerstmis geen sneeuw is geweest, zolang toch is kerstmis maar de helft van een feest. Er zal sneeuw moeten komen, dan wordt het pas fijn. Dan zullen de bomen weer van suiker goed zijn. Het was leuk, hè, in de lift. Hè? Ja, nou, ik vond wel een beetje raar gevoel mijn buik voorzien. Nou moet je horen, Kaas en Koos gaan ook in de lift. Oh ja? Ja. Kijk, Koos, zegt Kaas, dit is nou een lift. Je kan ermee omhoog en omlaag. En er zit toch geen trapje in. Raar, raar, raar. Hoe kan dat? En Kaas zal Koos ook wel eens laten zien hoe zo'n lift werkt. Je moet gewoon op een knopje drukken. En ik druk op het bovenste knopje, zegt Kaas. Want ik wil het hoogst van allemaal. Jee! Koos, voel je dat in je buik? Wat een rare kriebel, hè? Maar is dit niet gevaarlijk, Kaas? Bibbert Koos? Wel, nee, het is gewoon een liftkriebel. En als we stoppen, is hij weg. En dan zijn ze op de bovenste verdieping. De lift stopt. De deur gaat open en Kaas en Koos weten even niet wat ze zien. Flonkerende lichtjes allemaal. Een hele lucht vol. Wat een verrassing. Op de bovenste verdieping is het kerstmis. Met lampjes in de lucht en lichtjes in de boom. En ook met cadeautjes, ziet Kaas. Koos weet niet wat hij kiezen zal. De bal of de fiets. Of het ingepakte pakje, want dat is nog een verrassing. We nemen het vliegtuig, zegt Kaas. Dan kunnen we gezellig samen erin zitten. En dan zal ik wel sturen. Ga jij maar achter me zitten, Koos. En zo vliegen ze naar beneden. De lift hebben Kaas en Koos nu niet meer nodig. Gelukkig niet, zegt Koos. Die liftkriebel van beneden naar boven voelde al raar. Maar een kriebel van boven naar beneden voelt misschien nog veel raarder. Nou zeg, ik zou ook wel met het vliegtuig willen, hoor. Liever dan met de lift? Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Nou, dan moeten we dat ook maar eens proberen. Ja, leuk zien.